Wij willen dit soort drones in de toekomst gaan inzetten om onze kerntaken te ondersteunen. Dat kan gaan van infrastructuurinspecties, over olievlekdetectie, drijfvuildetectie, maar ook begeleiding van scheepvaart. Lichtplaatsbeheer is een van de activiteiten. En uiteraard ook, we hebben heel wat kritische infrastructuur in de haven van Antwerpen. En die willen we ook wel beveiligen en de algemene veiligheid in de haven coördineren door het gebruik te maken van deze drones. Voor de Port of Antwerpen demonstraties hebben we een, wat is genoemd als een fixed wing, dus eigenlijk een mini vliegtuigje. Dat is een vliegtuig die met een propeller werkt en die heeft twee camera's als payload. Een infraroodcamera en een normale camera met toch een grote zoom capabiliteit. Die drone kan in de lucht hangen tot 12 uur in een stuk en die kan afhankelijk van de autorisaties zo hoog als een vliegtuig vliegen. Hier vandaag voor die Port of Antwerpen hebben we tot 300 meter gevlogen. En wat we dus vandaag gedaan hebben, is een aantal live realistische scenario's getest in het gebruik van deze drone. We hebben een brandscenario getest op de kazerne in Lillo. We hebben een drenkeling scenario gehad, man overboord. En het laatste scenario was het redden van een persoon in nood van een windmolen. We doen deze testen samen met onze veiligheidspartners, de verschillende brandweerzones in de haven. Zij hebben ook de lessen die we eruit geleerd hebben ook live kunnen meemaken. En in de toekomst is het uiteraard onze ambitie om in veiligheidsincidenten en in calamiteiten om deze beelden ook onderling te gaan delen. Deze drone-testen samen met SAPCA zijn een zeer groot succes. We hebben deze week duidelijk onze verwachtingen overschreden. We zien heel veel potentieel in het beeldmateriaal dat we verzameld hebben voor de verschillende use cases, voor onze eigen kerntaken, maar vooral ook in het kader van incidentenmanagement samen met onze partners. En we geloven dat deze technologie op korte termijn echt operationeel kan gaan ingezet worden.